Nou, we hebben hier de laatste tunietruien in een kekiekleur. Dit is de hele fijne breisel, een mix van viscose, modaal en polyamide. Dat is eigenlijk mijn lievelingsmix. Daar zit geen wol in, het draagt lekker behagelijk en het is ook een stevig breisel, zeg maar. Ik zou wel alles waar gebreid is, of er nou wel of geen wol in zit, toch op een wolwasje 30 graden wassen of 20 graden of koud. Dan blijft al dat gebreid spul echt het mooiste en is beter dan een handwas. Dit is een A-lijntje en een A-lijn kan door iedereen gedragen worden. Heb je nou maat 36 en ben je smal, dan valt dat ook heel mooi. Maar heb je maat 44 en ben je wat voller, dan zit die boven mooi aangesloten en dan valt die precies waar het naar buiten moet vallen, naar buiten. En dan verbergt het ook meteen een buikje. Hier opzij zitten splitjes in. Er zit een kabeltje overheen gebreid in het midden en die zitten ook hier aan de voorkant. Dus ik weet niet of je het zo goed kan zien, omdat de kleur natuurlijk iets donkerder is. En die kleine kabeltjes die zitten dan ook hier achter. Dan geef ik even een tip, want ik zie vaak in de winkel ook mensen een trui aantrekken en dan eerder de trui naar voren doen dan naar achter. Wat gebeurt er dan? Dan gaat heel die trui naar achteren. Ik wil dat nooit. Ik wil juist dat die trui achterrecht hangt. Dus ik doe dat naadje van mijn truien of vesten of jasjes, dat doe ik altijd net een beetje over de schouder. En dan zie je meteen, dan valt het gewoon recht. Dus even een tipje tussendoor. Ze zijn €49,95. Ik heb hem gecombineerd met een ecru kleurige broek. Die hebben we twee. Dit is de Ita ecru. En ik heb nog een ecru met die elastische truiband achter. Ik zal die allebei koppelen aan dit product. Dus als je de trui aanklikt op onze website, dan zie je daaronder Perfect Match. En dan zie je de broeken die ik erbij aan heb. Deze gaat van maat 34 tot en met 42. Ik vind die goed op maat vallen. Ik heb gewoon de M aan. Ik hou dan wel plaats bij mijn buik over. Maar ik heb wel rondere heupen en ronde billen. Dus ik heb wel de ruimte nodig. Want nou sluit hij mooi tot in de holte van mijn rug. Stel dat ik hem kleiner pak, omdat ik bij de buik net wat plaats over heb. Ik ga het heel even laten zien. Kijk, er kan nog wat bij. Ja, dan heb ik toch aan de achterkant, en dan zie ik in de winkel ook, die hetzelfde figuur een klein beetje hebben. Ook die ronde billen, ronde heupen. Ja, dan zie je dat die achter ook lager gaat worden, waardoor je breder lijkt. Dus dat is iets wat we zeker niet willen, tenminste ik niet. Daarom pak ik gewoon de maat die ik heb en ik draag er toch een riem in. En dan is het weer de kunst om de riem niet te strak te doen, zodat er zo min mogelijk buik over de broekrand heen komt. Ik zie ook in de winkel veel dames die hebben smalle benen, maar hier wel wat plaats nodig. Dus dan heb je het echt boven nodig, maar die plaats is er dan wel. Vaak heb je dan rechte heupen, smaller op de benen en plattere billen. Ja, dan zou je, als je dan bijvoorbeeld op de benen maat 40 nodig hebt en bij de buik maat 42, dan kun je maat 40 pakken. In het begin zijn die broeken gekreukt, maar die kreuk die gaat eruit tijdens het wassen of eigenlijk al tijdens het dragen. En dan komt hij ook niet meer terug. Als je terug wilt, moet je ze er zelf weer in maken. De telefoon. Ik ga hem heel even. Paula belt. Nou ja, je moet echt onze WhatsApp sturen, want iedereen is heel druk bezig met klanten. Dus wij zijn bereikbaar via WhatsApp. Ook Ludy, ik doe het maar even meteen tussendoor. Als Ludy, die zit de hele dag de WhatsAppjes bij te houden en die werkt er af. Als er nou een telefoontje tussendoor komt, dan is degene al met een klant bezig of in de winkel of zit midden in een bestelling. Of net als onze Ludy op de WhatsApplijn. Dat blijft dan liggen, wordt de telefoon opgenomen, die wordt geholpen. Vervolgens weet je niet meer waar je mee bezig bent en daar wordt dan een fout gemaakt. Dus dat is bij ons de reden, dan komt dat domme filmpje in. Dat is bij ons de reden dat wij zeggen, doe het via WhatsApp. Zeg even wat je wil hebben of bestellen of jouw vraag. En zo gauw wij, het is gewoon allemaal op volgorde, dan krijg je automatisch antwoord. En dan kunnen we het ook teruglezen. Is onze Ludy er een keer niet en iemand belt, dan hoef ik maar in die WhatsAppjes te kijken. Oké, daar en daar is afgesproken. Dus vandaar dat wij werken via WhatsApp. Nou, dat komt er nou heel toevallig even tussendoor. Dus dan is meteen ook iedereen op de hoogte waarom wij dat zo doen. Maar dat is om bij andere mensen geen fout te maken als dat telefoontje er tussendoor komt. Dat is ook altijd net als dat je bij de Chinees staat. Hè? Jij staat in de rij om geholpen te worden. Vervolgens belt er iemand, ik wil een Chinese rijsttafel.
Nou, hoppatee, die klant schiet voor. Dat vond ik al zo raar. Bij mij was het zelfs zo dat mensen buiten gingen staan bellen als er een hullerij bij de Chinees stond. Buiten bellen en je bent die hullerij voor. Ja, zo is er in principe hetzelfde met die WhatsApp-lijn. Gewoon een WhatsAppje sturen, kan onze Ludie ze allemaal op volgorde beantwoorden. En kunnen we allemaal teruglezen als Ludie er een keer niet is. Nou, een heel verhaal en dat ging dan niet eens over de kleren. Die broeken zijn 49,95. De laarzen 59,95. En je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.